Er was heel wat om te doen afgelopen zaterdag. De protestmars van Extinction Rebellion in Nijmegen, die ondanks een verbod van de burgemeester toch werd doorgezet. De politie greep in, maar pas na zo'n 2 uur, toen demonstranten de Oranje Singel blokkeerden. Onacceptabel vinden de Nijmeegse fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren en Partij van de Arbeid. Zij stellen nu schriftelijke vragen aan de gemeenteraad. Nou, demonstreren is natuurlijk een groot recht, vastgelegd in verschillende internationale verdragen. En dat betekent dus ook dat als er wordt gekozen om beperkingen op te leggen bij een protest, dat goede overwegingen onder moeten liggen. En daar hebben we onze vraagtekens bij of hoe dat is gelopen. We komen terug met nog veel meer. De burgemeester had de protestmars in eerste instantie helemaal verboden, maar liet het uiteindelijk toe onder de voorwaarde dat de demonstranten in het Kronenburgerpark zouden blijven. En daarbij vragen wij ons af, was het nodig, was het noodzakelijk en proportioneel om nu al te zeggen, jullie moeten op het Kronenburgerpark blijven. Dat er uiteindelijk arrestaties plaatsvonden, wordt nog begrepen, maar de partijen blijven toch met vraagtekens achter. Kijk, het recht om te demonstreren is een groot recht. Tegelijkertijd is het niet onbegrensd. Dus dat betekent dat er ingegrepen mag worden wanneer er ernstige hinder of gevaar voor omstanders is. Tegelijkertijd is er al in de Tweede Walstraat, in een rustige straat, ervoor gekozen om de mars te ontbinden en de mensen die achterbleven te arresteren. Wij vinden dat vergaan en we hebben onze vraagtekens bij wat de overwegingen daartoe zijn geweest. Want wij vinden dat als de vraag is hoe proportioneel of noodzakelijk is deze maatregel, dan vinden wij dat het, of dan vragen wij ons af in hoeverre hier echt sprake was van noodzakelijkheid en of dat dan wel proportioneel gehandeld is. De drie fracties vragen de burgemeester onder meer of hij bereid is in gesprek te gaan met de Nijmeegse activisten en Amnesty International om het demonstratierecht in Nijmegen in lijn te brengen met de mensenrechten. Nou, wij hopen gewoon dat er hiermee echt weer even aandacht wordt gevestigd op hoe gaan wij om met het faciliteren van demonstraties. Zeker in tijden van grote maatschappelijke onrust is het gewoon belangrijk dat mensen zich daarover kunnen uiten, dat mensen daar over de straat op kunnen gaan. We hebben daar verdragen over die ons voorschrijven hoe we daarmee om moeten gaan. En ik denk dat het goed zou zijn als de gemeente, de portefeuillehouder, in gesprek zou gaan met activisten, met bijvoorbeeld een Amnesty International, om echt ook te kijken van klopt ons beleid eigenlijk wel met hoe dat zou moeten zijn.